In 1911 kreeg Jan Toorop de opdracht om een ontwerp te maken voor een groot gebrandschilderd raam in het oosttransept van de Titus Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer Kareplein in Nijmegen. Deze kerk heette voor 2004 de Jozefkerk. Johan Theodorus Toorop werd in 1858 te Purworejo op Java geboren en overleed in 1928 in Den Haag. Jan Toorop was niet alleen schilder, tekenaar, etser en lithograaf, maar ontwierp ook tegeltableaus, postzegels, boekomslagen en glas- en loodramen. Vanaf 1905, het jaar waarin de van huis uit protestantse Toorop koos voor het katholicisme, beeldde hij bij voorkeur religieuze thema's uit. In de verfijnde stijl die hem vooral in katholieke kringen zo bekend maakte. In Toorops kunst kan men de weerslag vinden van alle stijlen en bewegingen die aan het eind van de 19e eeuw de beeldende kunst bepaalden. Zoals impressionisme, neo-impressionisme, symbolisme en jugendstil. In de herfst van 1908 verhuisde Toorop naar Nijmegen en maakte daar, met name onder de jezuïeten, talrijke religieuze vrienden. Een aantal van hen portretteerde hij in deze jaren. Zijn eerste religieuze werken zijn een aantal grote aposteltekeningen, die met een tot dan toe niet gekende, ruwe en boerse lichaamsbouw worden afgebeeld. Deze baarden bij de geestelijke en burgerlijke vrienden in die tijd veel opzien. Het is waarschijnlijk aan deze portretten en aposteltekeningen toe te schrijven dat Toorop in 1911 de opdracht kreeg om een ontwerp te maken voor een groot gebrandschilderd raam in de Titus Brandsma Gedachteniskerk. Van 1912 tot 1915 is Toorop werkzaam geweest aan het apostelraam. Het werk schoot langzaam op en in het voorjaar van 1915 werd het eindelijk geplaatst. Wat de stijl betreft wilde Toorop afrekenen met de fabrieksmatige, neogotische ramen met hun bontgekleurde vrome voorstellingen. Het raam bestaat uit twee verdiepingen. Bovenin een rosetvenster, ofwel tondo. Daar zien we Christus op de troon, geflankeerd door twee tondi met engelen. Daaronder zes smalle verticale ramen, met daarop twee aan twee de 12 apostelen. Het rosetvenster toont de Heer
na zijn hemelvaart. De Christusfiguur is omgeven door een 12-voudige stralenkrans in regenboogkleuren. In de kleine tondi keren twee knielende engelen zich naar de verrezen Heer. Voor de linkerengel gebruikte Thorop zijn vriendin en aanbidster, de dichteres Miek Jansen uit Oosterbeek, als model. De tekening van Christus die Thorop in 1912 vervaardigde, laat duidelijke overeenkomsten zien met het gebrandschilderde proefvenster. De afbeelding van diens aangezicht was voor Thorop een creatieve worsteling. Voor de tekening van Christus stond de jurist Charles Rijmakers model. Leraar staatshuishoudkunde aan het Canisius College in Nijmegen. Thorop beschouwde het als het meest diepe dat hij ooit had gemaakt. De geportretteerde bekende aan de kunstenaar: het ideaal van mijn ziel ligt erin. Miek Jansen schreef hem: wat heeft uw vriend Rijmakers een heerlijk vergeestelijk gezicht. En zijn ogen, dat zijn apostelogen. Maar voor Thorop zelf was Rijmakers meer dan een apostel. Hij zag in hem letterlijk een alter Christus. Iemand die de persoon van Christus zelf lichamelijk vertolkte. Over zijn gevecht met het tekenen van het aangezicht van Christus schreef Thorop: Christus is moeilijk. Het kerkraam in Nijmegen heb ik 3 keer over moeten maken. Eerst was de uitdrukking te streng, toen te zoet. Maar wie schildert Christus? Bij portrettekeningen heb ik soms het gevoel of ik onder de guillotine zit, met het zwaard op mijn nek. Ik word dan gedwongen zo scherp psychisch te kijken als maar mogelijk is. Vaak lijkt het dan dat mijn hele fantasie naar de bliksem is. Maar ik houd vol alles van mij weg te bannen en alleen maar de psyche van de uit te beelden persoon te doorboren, zodat er niets voor mij verborgen blijft. Het gevoel heb ik dat ik dit moet, omdat God het wil. En ik doe het dan ook ter wille van Hem alleen, dat ik de schone vorm en de diepte van de ziel zo waar mogelijk kracht weer te geven. Miek Jansen vertelde dat Thorop het liefst begon met het tekenen van de ogen, het brandpunt van de ziel. Daarna tekende Thorop het gezicht, de haren en een deel van de schouders. Op de 6 verticale ramen onder de tondo met Christus zijn de 12 apostelen achter elkaar geplaatst met vermelding van hun namen aan de onderzijde. De bovenste naam is de voorste apostel. Zij kijken omhoog naar Christus. In hun blik heeft Thorop buitengewoon krachtig het verlangen naar en vertrouwen in hun Heer weten weer te geven. De apostelen zijn allen afgebeeld met in hun handen de attributen van hun ambt en martelaarschap. Simon met zaag en Bartholomeus met fileermes. Matthäus is afgebeeld met bijl en daarachter Thomas met lans. Johannes is afgebeeld met evangelieboek. Echter, de apostel Andreas is niet met kruis afgebeeld. Petrus is met sleutel afgebeeld en apostel Filippus met Latijns processiekruis. Jacobus de Meerdere
is afgebeeld met staf en kruik en Jacobus de Mindere met knuppel. De apostel Matthias is afgebeeld met steen, Judas Thaddeus met knots. Een aantal voorstudies voor het raam is bewaard gebleven. Voor de apostel Matthäus stond de Amsterdamse kapelaan Thomas Kwakman model. Voor de Petrusfiguur heeft Engelbart Robben uit Ulft model gestaan. Voor Judas Thaddeus, die achter Matthias staat, heeft Thorop zichzelf als model genomen. Op Johannes na hebben alle modellen doorleefde, getekende gezichten. Vermeldenswaardig is ook Thorops typografie van de apostelnamen. Vooral bij de lange namen, zoals Bartholomeus, is de constructivistische vlakverdeling in de typografie van die tijd prachtig te zien. Het apostelraam in de Titus Brandsma Gedachteniskerk is typerend voor de strak gestileerde geometrische stijl van Thorop. Het toont zijn begaafdheid als tekenaar en graficus.
Het raam is door zijn plaats tussen de Jugendstil en het expressionisme een belangrijk document van de moderne glazenierskunst. Torop bewandelde met dit werk nieuwe wegen, waarbij hij zich liet inspireren door de monumentale werken van andere glazeniers. Zijn scherpe observatievermogen en gave om direct het karakteristieke van zijn modellen, vooral ogen, handen en voeten, te treffen, maakte Torop tot een groot portrettekenaar. Jammer genoeg bleef het bij deze ene glazenieropdracht. Of het gekomen is doordat Torop 3 jaar over het raam gedaan heeft, of doordat het kerkbestuur het resultaat te vernieuwend vond, de opdracht voor een tweede raam tegenover het apostelraam in het westtransept van de kerk ging niet naar hem, maar naar de glazenier Wilhelm Dereks. Maar daardoor bezit de Titus Brandsma Gedachteniskerk wel, al 100 jaar, als enige kerk in Nederland, een uniek glas- en loodraam van Jan Torop.